Het is op verschillende plekken al te zien in de stad. Den Bosch maakt zich op voor carnaval. Nog enkele dagen en dan is het zover. De parade bijvoorbeeld wordt inmiddels al omgetoverd tot een parade voor Oeteldonk. De spiegeltent wordt op dit moment opgezet op de parade in Den Bosch. Jullie zijn vanochtend begonnen. Hoe lang zijn jullie bezig? We zijn vandaag tot een uur of 5, 6 en dan morgen nog afmaken tot een uur of 3, 4 middags, denk ik. En dan is het klaar. Bijzondere tent altijd, hè? Staat al jarenlang in Den Bosch. Wat is een spiegeltent eigenlijk? Nou, het is eigenlijk een tent met heel veel spiegels en hout en zo mooi mogelijk aangekleed. Om mensen zo mooi mogelijk feest te geven eigenlijk. En het is van oudsher zo gemaakt om op de kermis te staan als danstent. Voordat ze de disco hadden uitgevonden. En dan muziek erin, groot draaiorgel. En dan konden mensen dansen tegen betaling. Dan bouwen jullie er geen één, maar jullie bouwen er meteen twee hier op de parade. Ja, ze hebben er aan één niet genoeg. Dus nou bouwen we er twee. Ja, dat klopt. Er komt zo'n tussenstuk, begrijp ik. Hè? Iets wat normaal gesproken niet in een spiegelstand zit. We bouwen ze aan elkaar. Nou, zodat je van de ene tent heel makkelijk in de andere tent kan komen en andersom. En dat doen we omdat er zoveel mensen in moeten kunnen. En meestal bouwen we dus maar één. Jullie zijn begonnen met de voorbereiding op carnaval, zie ik achter je. Ja, we beginnen altijd op woensdag om te bouwen voor de carnaval. En dan zijn we woensdag heel de dag weer bezig. En dan hebben we woensdagavond nog een rustavondje. En dan gaan we donderdag in de loop van de middag gaan we open. Hoe belangrijk is carnaval voor jou? Als uitbater dan bedoel ik. Carnaval is een van de mooiste feesten in Oeteldonk, om het zo maar te zeggen. En het is goed voor de omzet natuurlijk. Het is een goed feest, wordt veel gedronken. Prima. Dus ga je nog hier in Oeteldonk carnaval vieren? Ik ben hier ooit wel eens geweest, maar ik denk niet dat ik er dit jaar aan toe kom. Ik kom dus zelf van boven de rivieren en nee, het is niet echt mijn feestje. En volgens mij vinden de Brabantse mensen het ook leuker om dat gewoon met de Brabantse mensen zelf te vieren. En al die import hoeven ze er niet zo nodig bij. Maar voelt u het wel een beetje welkom in Oeteldonk, of niet? Ja, natuurlijk wel, dat wel. Jawel. Ja, misschien dat ik inderdaad één dag, zaterdag of vrijdagavond of zo, hier nog ga kijken. Maar... een bepaald beleid ook nog in de kroegen? In die zin, ik hoor wel eens een keer dat er soms kaartjes moeten worden gehaald enzovoort. Is dat bij jou ook of niet? Ik verkoop voor 11 euro veurangskaarten. Daar zit een veurproever bij. Van 11 over 8 tot 11 over 9 op vrijdagavond. Dan kunnen de mensen in wezen een uur lang voor niks drinken. Betaal ze 11 euro. Dan meteen die 11 euro er weer uit, bedoel je? Ja. En daar zit een voorrangsembleem bij. En voor de rest, mijn vaste portier staat aan de deur. Die kent mijn mensen. En als je bij mij rood-wit-geel aan hebt, dan ben je redelijk snel binnen. Ja. Het bananenpak, die staat bij mij links in de rij. En dat duurt altijd wel even. Of kom je in principe niet binnen. Ja, ik hoorde net bijvoorbeeld bij de spiegeltent jongens zeggen van ja, we hebben altijd de indruk dat Den Bosch eigenlijk graag zijn eigen feestje wil vieren. Is dat zo? Ja, dat is wel zo, ja. Wij vieren, laat het zo zeggen. Ik denk dat wij heel graag willen dat het gewoon op een Oeteldonkse manier gebeurt. Met het rood-wit-gele, met name. Nou ja, met het rood-wit-gele. Rood-wit-gele hart misschien ook wel, hè? Met het rood-wit-gele hart. Ik bedoel, ik ken ook wel mensen die niet uit Den Bosch komen, maar die wel een kieltje aantrekken en noem alles maar op. Die wel meegaan daarin. En wat wij van boven de rivieren, wat we dan de buitenlander noemen, om het zo maar te zeggen. Die alleen maar het idee hebben dat carnaval gruwelijk veel drinken is. En dat je alleen maar bij de vrouwen in de tieten en in de billen kunt knijpen. Ja, dat is niet onze manier van carnaval vieren. Onze manier van carnaval vieren is dat je een hoogheid hebt en de peer hebt. En dat je voor de hoogheid, ik bedoel, dat is ook gewoon een mens natuurlijk. Maar tijdens de dagen van carnaval wordt hier een heel groot toneelspel gespeeld. Op straat, in de kroegen, overal. En als er een hoogheid komt, dan gaat er voor aan de kant. En die spreekt aan met hoogheid of prins of noem alles maar op. Dat spel, daar moet meegespeeld worden. Want daar is voor ons, voor een Oeteldonker, carnaval, laat het zo zeggen. Wanneer zijn de dagen geslaagd? Wanneer zijn de dagen geslaagd? Als er niks gebeurd is. En mensen mij op dinsdagavond een hand geven en zeggen van het was weer leuk. Okay. Dan is het geslaagd.